kudu Oru ala tu Nekri dansi makandra Nako me suitu lu Wana miti mingudu Nekri futu da Sori le mi mudansi Nairi sifu switzerland Bimbilipu Avisi mano kude Mosa Misiri te alase Bimbu Avisi sputnike fri Mosa Kutute mur alase Bimbu Dus Jaume Beng skoi van Futu ook toe. En met dat muziek van de mannenkoor Maranatha. En ik heb dan vandaag bij me Stefan Watson. En ook nog Stanley Antjes, van Moishuti Manting. Beide vertegenwoordigen mannenkoor Maranatha. En kijk, dit is wat het publiek eigenlijk wil horen. Ja. Dat klopt. Wanneer komen we weer op de planken met mannenkoor Maranatha? We komen weer op de planken. Dat is 26 juli. Ja. Volgende week. Dus dan gaan we ervan uit dat alles matjes ding vakantiegeld ba, je weet toch? En dat men dan, nu al weet van nou, op 26 juli, mannenkoor Maranatha O3 op. Waar gaan jullie dat doen? Congreshal. Congreshal, ja. Dezelfde plek. Dezelfde plek. Ja. En die Slazy, ja, hebben we graag dat die mensen ons komen ondersteunen. Mm-hmm. Niet dat ze ons nooit hebben ondersteund, maar ja, we echt graag een volle bak. Waarom namelijk? Over een paar dagen gaan we richting Zweden. Mm-hmm. En eerlijkheid gebiedt ons, want kijk, ze hebben daar sequins in, maar hoor in, hoe dat ook, je avivbar ou. Ja. En om een groep man mee te nemen, die in schulden moeten gaan om een ticket en een verblijf te betalen in Zweden, is het niet eenvoudig. En op Chimboy Money. En terwijl dat gewoon een koor, een volwaardig koor, dan heb je 30 plus. 30 plus. Ja, dus je in ook wel een is, maar goed. Nee, en, want eigenlijk een koor begint met een bezetting van 30 man. Mm-hmm. Dus meer dan 30 man vertrekken richting Zweden. Ja. En aan het tak dat hij, wow, wakagwa Zweden. Maar we gaan naar een bus. Ja. En je moet een bus speciaal huren om je te brengen naar en terug. Ja, en dat is niet gratis. En dat is niet gratis. Moet je ook betalen. We zitten dus, we praten over Europa. En we zijn moji van vriendendienst. Toch, de moet ik in Pai. In Pai, ja. Het is in Suriname. Ja, dat is dus 26 juli. Mm-hmm. De plek is dus congreshal. En wat zijn de voorzieningen die jullie hebben getroffen? Dat ze maken aan dansie ook toe?
Jawel. Gaan we te veel stoelen daar hebben, dat moet niet gebeuren. Er is altijd ruimte. Er is altijd ruimte. Kijk, congres is heel groot. Mm-hmm. Ze proberen zoveel mogelijk 500 stoelen neer te zetten. Want er kunnen meer, maar we proberen 500 stoelen neer te zetten. Zodat er ruimte is voor de mensen om... Want ook bijvoorbeeld voor het eerst in onze historie gaan we optreden met het militair kapel. Ja. Dus Askoi voor Skoivi. Ja, Skoivi voor Skoivi. Zeker weten. Goed. Ik heb ook, je bent hier alleen gekomen, samen met Stefan Watson. Ook van het Mannenkoor Maranatha. En Jongerenkoor Maranatha. Jongerenkoor Maranatha, dus je zingt toe. Ja. Hoe lang zit je ook bij Maranatha? Bij Maranatha, ik ben op mijn... Ik was 13 jaar oud toen ik begon bij het kinderkoor. Ja. En op mijn 16 ben ik dan gegaan naar de mannen. Mannen. Uh-huh. En, dus toen begon je baard in de keel te krijgen? Ja, en dus ik zong simultaan bij de mannen en bij de jongeren. Mm-hmm. Oké, wat heb je tot nu toe al meegemaakt bij Mannenkoor Maranatha? Ik ben in 2011 ben ik met ze meegegaan naar Curaçao. Ja. Barcelona, daar kon ik helaas niet meegaan. Ja. Ik hoor die verhalen. Ik heb gehoord hoe leuk het was en ze hebben best echt al gedaan. Mm-hmm. Dus deze keer moet ik wel naar Zweden. Ja, ja, je kijkt er naar uit. Ja, ik kijk er naar uit. Je hebt alles al in orde? Ja. Is het daar paspoort door? Ja, zeker. Dat is zeker gebeurd. Ja. Goed. Ik hoor je praten over een tiener bij jongerenkoor Maranatha. Ja. Hoe zit dat nu? Nee, jeugdkoor. De jeugdkoor, ja. We zijn zo ongeveer 20 tot 25 jaar gestart met een jeugdkoor. Mm-hmm. En hij is een van ons pupil dat nu volwassen is geworden binnen het mannenkoor. En Amantang. En Amantang. Mm-hmm. Het is heel jong bij hem begonnen. We hebben ook en zij maken ook niet deel uit van het jongerenkoor. Ja. Bestaat uit ongeveer bijna 30 man, gemengd hoor, man en vrouw. We zijn zo 2-3 jaar terug gestart na terugkeer uit Barcelona met onze kinderkoor. En dat zijn kinderen tussen 8 en 12 jaar, tussen 8 en 13. En het gaat. Dus de bedoeling is dat wij nu ook willen overgaan naar een gemengd koor van jongeren. Mm-hmm. Dus het Scholier Songfestival straks met de 25 deelnemers en deelnemsters, is de bedoeling dat wij ook vanuit die groep een gemengd koor willen starten. Zodat die kinderen door kunnen groeien naar een koor. Een koor. Dus laten we zeggen binnen de Maranatha of... Het maakt niet uit waar ze willen gaan, ze moeten ergens aarden. Ze moeten ergens aarden, want koor, zang in Suriname is aan het uitsterven. En dat kan niet, dat kan niet. Koorzang moet blijven bestaan, want het is eigenlijk een deel van onze cultuur. Sowieso. Ja. Ja. Dat is dus 26 juli, we zijn eerst naar het einde gegaan, maar nu fietsen we even terug, want zaterdag aanstaande zullen we krijgen dus dat wat te maken heeft met de jongeren. Ja, met een scholier songfestival. We krijgen een scholier songfestival, de finale. En Mannenkoor Maranatha heeft zich daarvoor ingezet om de talentontwikkeling bij de jongeren daar ook aandacht voor te hebben. En op zaterdag aanstaande zal het een en ander gebeuren. En daarover willen we vandaag praten. De talenten die jullie hebben ontdekt, wat kunnen we nu daarover zeggen? Ten eerste, de talenten die ontdekt zijn, die doorgestroomd zijn de finale. Het was als bij de voorronde heel moeilijk voor de jury. Ik denk dat het een spetterend festival zal zijn. Want ze zijn echt opgewassen tegen elkaar. Dat kan ik wel zeggen. En de begeleiding, kijk, wij begeleiden jongeren. En je moet nagaan, het zijn mannen en vrouwen die met het Mannenkoor Maranatha zingen jaren. En die mensen hebben het nationaal en het internationaal ervaren. Dus die begeleiding hebben ze gekregen. Persoonlijk van de begeleiders. Ja. En ze zijn klaar. Ze staan klaar. En we moeten ook zeggen dat het wisseltrofee die zo'n school gaat krijgen is ook uniek in Suriname. Ja. We hebben het ook gepost op onze Facebook. Is de eerste keer dat zo'n trofee. Een wisseltrofee. Ja, in de vorm van een microfoon zal worden overhandigd aan de. En het blijft een jaar lang op één op die school. Ja. Want het volgende twee jaren. Ja, want we willen in feite om de twee jaren, jaren. Zo'n festival. Gaat het niet ook al neerzitten? Om het op te zetten, Carlos. Echt wel. Ja, hoeveel deelnemers hebben we? Contestanten noemen we dat? Ik bedoel daar 26 aanstaande. Ja. 20 aanstaande. 20 aanstaande. Dat zijn 12 contestanten. Helaas is het 13e uitgevallen in het internationale sport al. Ja. Waarom is die 13e uitgevallen? Ik denk door omstandigheden. Dat getal misschien. Nee, ligt dat aan het getal? Nee. Men zegt vaker van 13 is een ongeluksgetal.
Dus heeft u na 13e dag, kan die nog aan nee, te praten? Nee, het was heel moeilijk. Hij moest er 12 doorgaan. Ja. Maar het was zo moeilijk dat twee van ze gelijk waren geëindigd. Ja. Hij zei, weet je wat, dan gaan de 13. Maar helaas is één uitgevallen. Oké, dat vinden we jammer. Door privéomstandigheden. Voor door omstandigheden. Zo, dan gaan we besluiten. Dan heb ik hier bij me dus de heer Watson. Ja. Echt een jongeling van Maranatha. Waar wil je zijn over vijf jaren met Maranatha Manuco? Oh, ja. Dat is een hele goede vraag. Nou, dat we Suriname hoger blijven vertegenwoordigen. Trouwens, we zijn al op een bepaalde ladder. Mm-hmm. Want wij zijn een van de weinige koren die Suriname vertegenwoordigen in het buitenland. Maar dat we nog meer goud halen voor Suriname. Mm-hmm. Daar, ja. Nog meer goud voor Suriname als het om koorzang gaat. En meneer Antjes, meneer Sap, ook moet zijn dat ik ba. Maar je tekent contracten naar de jongwang, dat de mannen gulie Maranatha. Laat me zeggen, het is gebleken ja. dat eenmaal ze zijn begonnen met zang binnen Maranatha, blijven ze zingen. De meta. En het bewijs is bewezen. Ja. Deze jongeren waren eigenlijk 10 tot bijna 12 jaar vergeten, om het zo te zeggen. Bepalingen gaan we even weglaten. En ik moet zeggen, nadat dit bestuur onder leiding van de heer Narendorp weer intact was, zijn ze zelfs individueel zich komen aanmelden van luister. We hebben even als niet gekend, maar we zijn altijd bezig geweest onderling om gewoon wat met elkaar te doen. Ja. Dus zo ongeveer 3 jaar terug, dan moet ik zeggen van, we hebben weer een jongerenkoor. En dan zijn we gelijk gestart met het kinderkoor. En zij helpen ons nu met die kinderen. Mooi zo. Ik bedank jullie beiden. Ik heb de beweging ook op Facebook gevolgd en de verschillende scholen, want daar zijn de kaartjes ook ten verkoop aangeboden voor dat Songfestival van zaterdag aanstaande. En ik heb dan begrepen dat de scholen die participeren, de jongeren die participeren, dat ze ook met hun eigen aanhang komen. En het is dan zal toch wel leuk zijn om dat mee te maken aanstaande zaterdag in de Antinesi Sporthal. Ik moet het snel aangeven. We gaan dus naar het... Ik moet het snel aangeven. De kaarten van 31 mei zou ons festival zo 31 mei gehouden worden. Maar de kaarten van 31 mei gelden normaal voor 20 juli. Ja, en de kaart kost maar 25 SED. Zo, dat is dus dan gezegd hier in deze Mantintaki.